Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Eva. En wat we vandaag gaan doen is een pakketje unboxen van Shein. We vonden het wel heel erg leuk om samen daar iets te bestellen en samen te unboxen. Dus we hebben allebei... Oh, je moet even andere kant. Wat zie je adres? Dus we hebben allebei een pakketje besteld op Shein. En gaan we het omste beurt iets, gewoon omste beurt iets laten zien. Ja. Oh ja, we wilden nog wel even iets zeggen, want ik had het op 21 mei besteld. En bij mij was het dus... Oh nee, ik had het op 22 mei besteld. Ja. En bij mij was het al binnen op 28 mei. En Eva had het één dag eerder besteld en bij haar kwam het pas 4 juni binnen. Ja, terwijl we niet hele gekke items of zo hadden. Nee. Dus we vonden dat wel een beetje gek en daar moet je wel rekening mee houden. Maar eigenlijk zou het er pas 10 juni zijn. Ja. Dus we hebben ook weer een soort van geluk gehad. Het kan heel lang duren. Maar ook heel kort. En de site staat er dus onbekend dat het gewoon best wel goedkoop is. En de kwaliteit is soms ook wel goedkoop. Ja, het verschilt een beetje. Klopt. Maar het is gewoon prima voor zomerkleding en ja, zo. Want we hebben een beetje voor de zomer gegaan. Het regent nu buiten wel, maar alsnog gaan we gewoon even. Oh ja, en Eva heeft iets meer items. Want ik had dus, ik weet niet of mensen dat wel eens vaker hebben, dat je items dubbel bestelt. En dat je dan pas als je hebt besteld ziet van het klopt niet. Dus het was bij mij duurder. En toen dacht ik, hoe kan dit nou? En toen had ik twee keer dezelfde dingen besteld. Ja. Oké. Ding. 11. Ik heb er ook 11. Kleding. Oh, dat is perfect. Oké, okay, maar ik heb er ook sieraden en zo, kijk. Oh, ook die. Ja, dat maar die staat er. Nou ja, maakt niet uit. Begin jij? Ik weet ook gewoon niet meer wat ik heb besteld. Nee, ik ook niet. En we hebben allebei, denken we, alles in een S besteld? Ja. Dus sommige dingen in een M. Ja. Nou, ik denk wel dat ik alles in een S dit heb is een besteld. S. Ja, dit is ook een S. Kijk, dit is een van die topje. Ik kan het goed zien. Ja, maar we gaan ook beelden dat we het aan hebben, dus dat is prima. Nou, dit is wel op zich. Alleen die bandjes zijn zo leuk. Oh nee, grapje. Nou, ik vind het wel prima. Ja, ik vind het een mooi topje qua topje, maar ik vind alleen de bandjes niet zo leuk. Op een BH lijkt het nu een beetje soort van, vind ik die bandjes, zijn een beetje BH bandjes. Maar verder is het wel prima. Ja, voor de zomer is het wel leuk. Ja, voor de zomer is het wel prima. Alleen hij lijkt wel een beetje breed, vind je ook niet? Dan heb ik deze in het lila. Ik dacht, ik bestel even wat kleurtjes. Ik ben echt benieuwd. Oh ja, het was wel met muitjes. Ik dacht, wat is dit? Oké, dit ziet er wel echt heel erg goedkoop uit. Ja, dit ziet er wel echt goedkoop uit. Oké, maar de kleur is wel leuk. Het is dus een beetje lila met zulke mouwtjes die je ook zo kon doen. Ja, ik denk dat als je het aan hebt dat het nog wel leuk is hoor. Ja, en het is dus een S. En hij heeft een beetje zo'n ruffel patroontje. Ik weet niet precies hoe je dit noemt. Wel prima. Ja, het is gewoon prima. Het volgende. Het volgende. Iets wit. Oh ja, die heb ik ook, ja. Oh ja, deze. Die, een bralette. Die is heel chill. Had je hem nu wel in een S besteld? Ja, ik heb hem in een S besteld. Ik vind het gewoon, het is ook gewoon heel mooi in de zomer om onder dingen te dragen. Het is gewoon chill. Een chill item. Like it. Love it. Ik weet echt niet meer wat ik allemaal heb besteld. Mm. Dit is in wel... Ik weet niet, ik had niet meer, ik kan me niet meer herinneren. Het is wel een M. Besteld. Een M. Oh ja, dit is zo'n lange rok. Dit is echt als hier vuur bij komt. Het staat het helemaal in de fik. Oké, het is namelijk zo'n... Oeh, ga ik dit passen? Ik denk het wel. Oké. Okay. Nou, het lijkt alleen... Ik weet nog niet of die breed of die dun lijkt. Hij schijnt wel denk ik een beetje door of niet. Nou ja, we moeten het gewoon zien. Het is dus een lange rok. Heel lang. En hij heeft dus aan de voorkant een split. Zie je dat goed? Oh, hij is wel echt mooi hoor. Hij is wel echt leuk. Met een zwart topje erop. Ja. Wanneer... Ja, daar hangen wel weer echt veel draadjes aan. Maar het is ook de eerste keer dat me dat opvalt hoor, met die draadjes. Ja, omdat je er nu op let, omdat je het een soort van reviewt. Maar het is dus een maat M. En normaal heb ik van broeken maat 36, 38 of zo. En er zit wel gewoon een rits in. Dus dat scheelt wel, dat die niet in één keer over je kont heen hoeft. Oh. Oh ja, we hadden wel lekkere kleurtjes besteld. Ja, we hadden wel inderdaad een kleurtjes besteld. Dit topje. Oh, dit vind ik wel weer heel anders uitzien dan op de foto. Toch? Of ja, kan je dit nog wel omhoog trekken? Ik denk dat je dat nog omhoog kan trekken. Oh ja, zo zag het eruit op de foto. Ja, zo zag het inderdaad uit op de foto. Zo. Ik zal en deze topjes heb je ook bij de Zara. Alleen bij de Zara zit het dus vaster aan. En deze kan je dus gewoon zelf verstellen. Dat is wel beter. Dat is wel beter inderdaad. Ik vind het ook wel echt een mooi kleurtje hoor. Ja. Toch? Ja, ik dacht dat hij meer neon was. Maar dit vind ik beter. Ja, dit is beter. Welke kleur, hoe noemen ze deze kleur dan? Gewoon green. Geen idee. Nou, staat niet er zit wel heel veel plastic in. Ja, dat is wel inderdaad een beetje een nadeel. Oh ja, ik laat even deze bikini zien. Die heb jij ook, toch? Ja.
Oké, dan heb ik een bikini besteld. En ik bestel heel vaak bikinis bij Shein. Ik bestel altijd maat M. En dan zit het eigenlijk wel goed. Nou, S is wel heel klein. Ja. Maar je moet wel rekening houden dat die broekjes vaak wel heel erg cheeky zijn. En ik had deze dus ook al in het rood en het blauw. En ik heb hem dus nu in het lila. Die kleur komt niet echt heel goed. Het is wel echt een mooie kleur. Ik hoop dat de kleur nu beter overkomt. Ik ga hier geen filmpje in maken of zo. Ik zeg dat het maar alvast. Dat logisch is, ja. Even kijken. En dit is dus het topje. En die zie je dus ook heel vaak bij Love Island en zo. Met zo'n V in het midden. Met zo'n beugel. En als je wat minder hebt, is dat wel mooi eigenlijk. Toch? Ja, het is echt wel een mooie bikini. En Eva heeft deze ook. En ik had dus deze twee keer besteld. Dus ik denk dat hij nu... Ik had het nog geannuleerd. Dus ik hoop dat er maar eentje in zit. Nou, dat is het zonde. Ja. Ik wilde dus een beetje kanten BH's. En ik dacht, ja, ik ga ze gewoon op Shein kopen. Het zijn inderdaad gewoon simpele kanten. Deze ga ik ook bestellen. Ja, het zijn echt mooie. Of had ik die besteld? Misschien heb je die ook al besteld. En ik heb hem ook in het wit. Like ik heb trouwens een S besteld. En ik ben wel blij, want het ziet er best wel nog best groot uit. Ja. En in deze kleur. En ik zie ook dat je de vulling eruit kan halen eventueel. Maar dat vind ik juist wel prettig. Een review zo. Een review. Nou, dit ga ik natuurlijk ook niet aandoen. Dus, En er zit ook nog achter dit. Dus je kan dit ook nog verstellen. Oh, ja. Dus dat is ook wel prima. Oh, en de bandjes kan je ook nog verstellen. Oeh, deze wil ik ook bestellen. Dat ja, is ook echt niet mooi. Duur. Nee. Want hier heb je natuurlijk 3 voor 10 euro of zo. Ik heb echt bij mij... Oh, dit... ik had een joggingsbroek besteld. Oh ja. Daarna dacht ik echt, waarom heb ik dit gedaan? Oké. Okay, ik heb wel best wel veel joggingsbroeken. Ja, maar ik vind het gewoon leuk om normaal ook te dragen. Ja. Waarom heb ik dit in een S gedaan? Oké, dit gaat hem echt niet worden. Ik denk dat hij heel erg doorschijnt. Ja, oh mijn god. Ik denk dat je er doorheen kijken. Gewoon doorheen ziet. Je ziet zelfs het kaartje hier. Ja, je hier. Kan ook. Als nee, je zo kijkt. Nee, het is wel een leuke joggingsbroek. Je kan het eens proberen. Op zich, het is wel inderdaad een leuke joggingsbroek. Je kan kijken of die toch... Ja, maar met welke... Ja, maar met welke... lengte. Ik bedoel, met wat voor ondergoed kan je dit dragen? Nou, het valt eigenlijk... Nee, het valt niet. Misschien op camera zie je het niet goed, maar hij schijnt wel echt heel erg door. En het is dus wel in een maatje S. Ik weet niet of ik dit topje echt leuk vind, maar ik had het besteld omdat ik nog iets moest bestellen voor de kortingscode. Zo typisch. Dit is een S. Volgens mij zit het echt zo lelijk. Dit is, het voelt als sowieso 100% polyester. Nou, dit topje. Oh, ik vind hem wel leuk. Is hij nog wel leuk? Ik vind wel een Eva topje. Het is wel een beetje inderdaad een nare stof. Maar op zich, voor de prijs is die wel prima. Jouw hoofd. Nee, ik vind deze wel leuk. Nou, ik ben bang dat ik een beetje... Het is wel een mooie kleur. Het is wel mooi. Ja, het is een hele mooie kleur. Oké, ik doe ook wel even iets blauws. Ja. Oh ja, ik had dat setje gekocht. Oh ja. Dat was een keer gekocht. Ja? Ja. Maar deze kleur is deze mooi. Stof. Die is wel prima. Oh, dit is een prima stof, ja. Oké, wat ik heb gedaan is een setje besteld. Oh, zo klein. Ja. Oké, dit topje in een beetje een lichtblauwe kleur. Ik hoop dat het goed is. Op zich is het is wel echt een mooie kleur, hoor. Ja, en de stof is ook wel prima. Maar het is een klein beetje zo'n rib patroontje. Ja, dat is zo. Oké, hou jij het topje omhoog? Ja. Zo, die rok. Oh, die rok. Echt heel klein. op de foto. Oh, sorry. Ik krap die. Op die foto kwam die echt... Tot je knieën, toch? Ja, kwam die tot... Maar dit... Nee, dit kan niet. Nee, wat heftig. Maar heb ik dit dan in een S besteld? Was het deze zak? Ja, in een S heb je het besteld. Oh, wat stom. Ja, de kleur komt ook. Lijkt niet of die niet zo mooi... Zie je dit nu beter, de kleur? Ja. Alleen, ik denk niet... Hij leek echt op de video tot de knieën. Tot je knie. Dus... 1, 2, 3, tot je knie. Dit is een... Nee. Je moet hem even aanzien. Misschien is die aan wel heel leuk. Ja, we hebben ook natuurlijk ook gesport, dus... misschien valt het mee. Misschien valt het mee. Welke maat? Ook een S. Ook een S. Even kijken. Oh, dit is een body. Oh ja. Oh ja, en eerst moest je op Shein best wel vaak grotere maat bestellen. Maar nu kan je best wel makkelijk naar je eigen maat bestellen. Je moet heel goed de reviews lezen en zo. En dan kijken of die als ware grote valt. Hij heeft aan de onderkant heeft hij dit. Dat is wel chill. Oh, dat is beter, ja. Dus ja, ik ben hier wel blij mee. Deze is heel leuk. Ja, ik hou wel van bodies. Ja, het is ook chill dat aan de onderkant zit zo'n clipje dat je hem open kan doen. Volgende. Oh, dat is een heel ander. Het is van Bombay. Wat? Dat is, wordt dus allemaal vanuit hetzelfde bedrijf. Wordt dus allemaal van hetzelfde fabriek opgestuurd. Waarom doen ze het dan niet in een ander zakje? Volgens mij zit het een beetje een verkeerd zakje, Shein. Dit heb ik ook in een S besteld. Ik hoop dat dat dan wel hetzelfde valt. Zo, dit ziet er ook wel goedkoop uit.
Ah, ik vind het wel leuk. Ja, het is wel een leuk topje, maar het ziet er wel een beetje goedkoop uit. Er zit ook hier als enige een kaartje op. Nee, dat is wel gek. Van Rombay. Of Rombi. Zo, dit topje. Hij is wel leuk. Ja, dus je kan hem denk ik zo en zo dragen. Dit moet je ook gewoon in de aanbeelden zien. Wel een schattig topje, denk ik. Ik hoop dat ik dit aankrijg. Ik snap niet zo goed waarom ik alles nou in een S heb besteld. Nee, maar dat is... Het valt nog, kan heel groot vallen, hoor. Oké, nou ja, we zien het wel. Al dat plastic. Ja, dat is wel echt veel erg van met die plastic, hoor. Oh, dit is dus datzelfde wat jij hebt. In een S. Oh ja. Oh, ik dan heb is het nog... Het is natuurlijk ook heel klein. Ja, dit is, het is eigenlijk hetzelfde wat je net... je ziet het een beetje? Ja, je ziet het zo. Ja. Een beetje... Ik had hem in blauw en Eve heeft hem dus in het zwart. Ja, deze lijkt ook heel klein. Ja, maar het lijkt echt op die foto alsof hij over de knie heen komt, inderdaad. Dit rokje lijkt wel iets groter. Of ligt het nou aan mij? Ja, het lijkt wel inderdaad iets groter, maar alsnog is hij wel... Hij komt niet tot mijn knieën. Ja, dus deze. Leuk. Oh, jij doet het ook allemaal heel netjes weer terug in die zak. Ik gooi het hier allemaal neer. Jij smijt het op de grond. Oké. Ik heb dus mondkapjes besteld. Ik dacht, ik koop ze gewoon hier. Ja, echt prima. Heel goedkoop. Ja, al die, Nederland, als je in een Nederlandse webshop is het allemaal zo duur. Ik hoef eigenlijk nooit met het OV en zo, maar ik dacht, ik laat het toch maar, ik koop het toch maar. Voor de zekerheid. Als je toch een keer moet, en is dan... En als ik mijn nagels, oh, ze zijn heel dun. Oh nee, laat maar. Mocht er ook eentje aan meenemen? Ja, tuurlijk. Alleen wat is de bovenkant? Zo. Het is toch eigenlijk erg dat we stinkt dit gewoon... echt heel erg. Die moet je echt eerst wassen. Nou, deze moet je eerst wassen, ja. Godverdamme. Maar ik vraag me allemaal of deze goed steden. Deze zijn wel goed, toch? Ik vind het wel best wel mooi, hoor. De nieuwe fashion van tegenwoordig. Allemaal foundation natuurlijk. Oh, net valt wel mee. Oké, dus er zitten volgens mij 2 of 3 roze in. Er zitten 5 in. Oh ja. En er zit ook nog grijs in. Dus dan kan je lekker met je outfit afstemmen. Prima. Stof. Ja, dit is een chille stof. Ja, dit is een chille stof. Een rood topje. Met een beetje inderdaad zo laag. Oké, rood is echt Eva de kleur. Ja, alleen ik vind het wel een beetje oranje-rood. In welke maat is het? En ik had er eerst gedacht dat het iets roder was. In een S heb ik hem inderdaad. Kijk even van de voorkant. Ik vind het wel leuk dat hij zo'n overslag heeft. Maar dit vind ik dan weer heel groter uitzien. Ja, dit ziet er heel groot uit. Ik vraag me ook af of dit niet te groot is. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. We zien het straks. Oké, volgende een topje denk ik. Ook in een maat S. Oh, die is wel leuk. Maar waarom heb ik dit besteld? Want het is gewoon hetzelfde als dat andere topje. Nee, dit is korter. Ja, maar alsnog. Nou ja, ik snap soms mezelf ook niet helemaal. Het is precies dezelfde kleur. Dus dan kan ik misschien die wel... Oh ja, het is precies dezelfde kleur. En hij heeft dus een soort van elastieke touwtjes. Oh ja. Wel prima. Ja, maar de kleur komt niet heel goed over. Denk ik. Komt dit goed over? Ja, nou, het is gewoon prima. Ik denk het is gewoon blauw. Ook voor ons nu zo lijkt. Zo, nu komt het wel beter over. Oké, deze in een maat S. Oh, dit is dezelfde, denk ik. Ja, is dit dezelfde? Oh nee. Oprecht, dit heb ik niet besteld. Ik heb dit echt niet besteld. Ik heb sommige dingen denk ik ook. Heb ik dit heb ik echt niet besteld. Het is wel op zich een leuk ding. Dus ik vind hem eerlijk, ik vind hem echt heel leuk. Welke maat is het? Maar ik heb dit niet besteld. S. Het is een S, maar hij is wel heel leuk. Kijk straks even op je telefoon. Ja. Maar ik had dat toen vorige keer met dat blouseje, weet je nog? Dat ik een blouseje had besteld, toen kreeg ik gewoon een crop top. Maar wel met dezelfde patroon, maar alsnog. Ja, ik denk dat dit de verwarring is met een t-shirtje wat ik had besteld. Heel raar. Nou, ik pak dan ook wel gelijk mijn Misco. Wat is dat? Ja, maar waarom is dit goud? Had je me in het zilver besteld? Ja, sowieso. Heel raar. Nou, dit ga ik dus niet eens openmaken. Wil jij die dan? Ja, ik wil die wel hebben. Want hij is wel... Het is, nou, het is een ring. Dan maak ik hem wel gewoon open, ja? Ja, is goed. Oké. Oké, kijk. Het is dus een... Oh, hij is best wel leuk. Je kan hem ook zelf houden als je wilt. Ik draag echt geen goud. En het is heel chill. Je kan dus zo doen. Oh, dat is wel een hele mooie riem. Zo, en dan heeft hij zo'n soort Gucci. Noem je dit? Ja. Nep Gucci. Twee van die rondjes. Deze. Neem jij die? Want ik graag echt... Oh, dit is diezelfde... Oh, dit is diezelfde body die ik net ook liet zien. Echt zo. Maar dan... In het blauw. Maar dan in het blauw. Ik heb deze body dus in het paars en in het blauw. We hebben echt alleen maar pastelkleuren besteld. Ja, leuk voor de zomer. En deze heeft ook... gewoon dat je hem zo kan openmaken. Dat vind ik altijd wel fijn.
Leuk. Zijn een S ook weer. Ja, welke nog meer? Wat is dit dan? Kijk dan, het zit echt als een soort rol in een zak. Wat is dat? Ik heb geen idee. Het is wel een maat S. Oh, dit is die bikershort. Maar dit vind ik dan ook weer zo apart. Want ik heb dezelfde besteld als de andere keer. En dat was zo'n echt zo'n shirtstof. En dit is nu zo'n... Nee. Dit is toch heel gek? Ik, ja. Dus dezelfde, ik heb precies dezelfde. En dit is dan echt... Sorry, maar het lijkt net een onderbroek. Hè? Nou, het is misschien wel chill onder rokjes in de zomer. Ja, dat is wel chill. Maar hoe kan dat dan? Dat het nu weer opeens helemaal anders is. Nou, misschien is hij wel heel leuk als je hem aandoet, hè? Oké. Nou, deze dus. En dit is dus een bikershort in de maat S. Maar hij is dus zo'n glad, ja, een soort bikini stofje. Wat ik dus dacht. Ik dacht dus dat ik deze, die had gekregen in plaats van wat ik nu ga laten zien. Oh, maar die heb je wel. Maar die heb ik dus ook. Dus ik heb er ongeluk een item extra, denk ik, gekregen. Nou, dit, deze dus weer een body. Met knoopjes. Zo dicht. Ja. Hij is wel leuk hoor. Dus deze body. En die heeft ook weer... Nee, je had hem wel besteld, Eve. Oh, ik had hem wel besteld, sorry. En ik hier ook met knoopjes. Dus dat is ook wel leuk. Ja, sommige dingen. Nee, ik ben hier wel blij mee. Ik hou echt van bodies. Dat zit lekker strak. En mooi in je broekje. Oh, er zit wel een hoesje. Oh, dat is wel goed. Oh, sorry. Jezus, al dat plastic. Ik word er niet goed van. Oké. Okay. Er zit dus een hoesje. Oh, het is wel een mooi hoesje. Ja, ook wel een prima ding, ja. Het ziet er ook wel een beetje goedkoop uit. Maar ja, ik wilde even... Ik heb zo'n zwarte grote zonnebril... En soms ben ik gewoon bang dat hij dan opeens kapot gaat. Dus ik dat is die duur. Nee. Oh ja, dat is niet echt wat ik bedoel. Nee. hij is wel een beetje groot. Maar het kan wel, het maar kan hij wel. Is wel een beetje groot. Hij is net een slagje te groot eigenlijk. Maar het kan op zich wel. Nou, deze dus, die doe ik weer terug in het hoesje. Ik weet niet of ik deze ga dragen. Misschien als ik een keer een zonnebril heb die misschien kapot moet gaan ofzo. Jij hebt ook heel veel braletjes. Ja, ik heb dus diezelfde bralet die ik net in het wit liet zien, heb ik ook in het zwart gekocht. Ik vind het altijd wel fijn om het in het zwart en om in het wit te kopen. Ja, dus ja. Maar die is echt heel fijn, want die heb ik ook. Oh ja, ik heb nog een oversized shirt. Hmm. En ik dacht, dat is leuk met die bikershirt nou. En met die riem. Wat een succes. Oh, deze stof is wel heel goed. Oh, het is wel een goede stof, ja. Oké. Welke maat heb je die gekocht dan? Een S. Maar ik dacht ook gewoon chill voor over je bikini of zo. Nou, het is gewoon heel simpel. Een blauw shirt met een zak. En hij is dus heel lang. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan vind. Misschien met een riempje of zo. Ja, met een riempje. Maar ik denk ook wel dat het inderdaad als je naar het strand gaat. Er zitten allemaal vlekken op. Oh ja. Nee, ik kijk wel. Misschien als je hem één keer wast, is die wel weer schoon. Ja. Nou, zo, ja. Ook heel veel dezelfde dingen hebben we. Een soort van dezelfde soort dingen. Oké. Okay. Dit is gewoon een zwart t-shirtje. Gewoon een simpel zwart met... Ribbel. Beetje kant aan de onderkant. Kant aan de onderkant. Nee, ja, prima. Ook in een S, dus. Ja. Prima. Leuk. En ik heb deze oorbelletjes besteld. Oké, dat zit zo. Zijn wel echt leuk. Maar ja, ik heb dus deze ook al ergens anders gekocht. En toen stond het echt voor geen meter. Dus ik heb ze eigenlijk nu een soort van voor niks gekocht. Maar die kleintjes misschien wel? Ja, misschien die kleintjes wel. Ook deze kleintjes. Die, ik heb ze nu ook in. Ja, zet ze ook in, maar dan in het zilver en dan is in het goud. Oh, daar belt hij me aan. Maar zijn het er nou... Drie paar is het. Oh, je hebt drie maten. Ja, dat is wel veel, ja. Ja, voor €5. Misschien heb je ook aan het zilver, kan je ook wel. Ja, ik ga even kijken. Ja, deze zijn leuk. Ja, deze zijn wel leuk. Beauty vlogger. Ik hoop dat je het kan zien. Oh, ook weer drie paar. Die zijn ook leuk. Deze zijn ook leuk. Het zijn ook allemaal die je ook gewoon op AliExpress kan kopen. Ja, klopt. En ringen. Deze. Oké, nou, dit waren alle items. Als jullie het leuk vonden, kunnen we dit ook vaker doen. Dus dan zou je dat heel erg leuk vinden. Of bij een andere website. Andere. Ja. Dat zou ook wel kunnen. Dus als jullie het leuk vonden, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doei!